Door vele vrijwilligers in Loyal wordt er de komende weken hard gewerkt om de kerk klaar te krijgen voor het carnaval. Geluidsdempende panelen, er komen kroonluchters boven in de gewelven, er komen grote panelen langs de kanten te staan. We zijn nog heel wat plan, dus er moet in anderhalf maand nog een hoop gebeuren. In oktober brandt het partycentrum Lara, de residentie van de carnavalsvereniging, volledig af. Er waren al toekomstplannen om het carnavalsfeest te verplaatsen naar de kerk, maar die kwamen door de brand in een stroomversnelling terecht. Zeker schakelen. En twee weken geleden is pas definitief de koren tot de kerk gegaan. Dus ja, dat betekent dat we eigenlijk in 2 maanden tijd moeten het allemaal realiseren. En het zal niet allemaal lukken. We zullen ook tijdelijke dingen moeten maken. Maar we gaan er in ieder geval voor zorgen dat het een heel uniek iets gaat worden. Onlangs werd de kerk, die in de toekomst dienst gaat doen als gemeenschapsgebouw, overgedragen aan de Stichting Hart van Loyal. Zij willen het dorp graag leefbaar houden en dus zijn er grote plannen. In de toekomst is het ook de bedoeling dat de ZOMP, de huidige sporthal en kantine, dat die gesloopt wordt. En dat daar een nieuw gebouw wordt neergezet. Waarbij er ook een verbinding komt met de kerk. En op de plek van de huidige ZOMP, daar komt dan nieuwbouw. Daar worden woningen gebouwd. Ook de toekomst van het carnaval ligt volgens de vrolijke drammers in de kerk. Ik hoop dat we hier ook de komende 40 jaar niet meer weggaan. En dat dit ons... Drammersnest, een nieuwe drammersnest wordt. Polonaise lopen door de kerk straks. Ja, bijzonder hè? Ja, super. Ja, ik zie het helemaal voor me. Strak werk jongens. Goed bezig. En dame. En dame.